Dit is De Reizende Man, een kleine wijk in Maarsen. Bewoners wilden samen kijken naar verduurzamingsmogelijkheden in hun wijk. Ze hebben de gemeente benaderd en die heeft de stichting Duurzame Vecht gevraagd een wijkavond te houden met een inkoopactie voor isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonnepanelen. Het belang om samen een aantal dingen te doen vind ik best heel groot. Dat heeft eigenlijk gewoon te maken met duurzaamheid. Dat je met elkaar in een fijne omgeving wil leven, maar tegelijkertijd ook. Duurzaamheid is eigenlijk in ons mensenleven zo'n belangrijk begrip geworden. Het resultaat is een nieuwe wijkaanpak waarbij we groepen inwoners helpen met verduurzamen. Informatie kunnen ophalen. Ik vind het ook heel erg mooi dat dit georganiseerd wordt. Wat je toch ziet dat er toch nog heel veel vragen zitten bij mensen. Soms hele kleine vragen, soms hele simpele vragen. En ik denk dat er al heel veel vragen hier al beantwoord konden worden. Het is ook gewoon heel goed dat er een partij is, een stichting is die dat allemaal voor de mensen doet. En ook wel mooi dat er met partijen nu hier ook zijn. Dus ook gewoon waar je dingen kan regelen en dat die hier ook aanwezig zijn. Zodat je eigenlijk niet alleen het advies geeft, maar eigenlijk ook al richting een oplossing kan werken. Dat vond ik eigenlijk heel prettig. De inkoopactie van De Reizende Man loopt nog tot 23 juni. Wil jij met jouw wijk of buurt ook een inkoopactie? Meld je dan aan op duurzamevecht.nl/wijkaanpak.